Beste inwoner van Heusden-Zolder, met enige fierheid lichten we graag enkele accenten toe uit ons nieuwe beleidsplan. Een beleidsplan dat gebaseerd is uit het vorige beleid, waarvan we graag enkele accenten duidelijk maken. Datgene wat jullie aangekaart hebben gedurende de afgelopen periode zijn de aanpak van zwerfvuil, veiligheid en kinderarmoede. Armoede en vooral kinderarmoede blijven een zorg in onze gemeente. Daarom zetten we onze inclusieve aanpak verder de komende jaren. Maar projecten die een nut bewezen hebben in het verleden, zoals het project Zonnekind, breiden we uit zodat we meer kwetsbare jonge gezinnen kunnen ondersteunen in onze gemeente. We streven naar een eerlijke verdeling van de lasten tussen onze inwoners onderling, maar ook tussen onze inwoners en onze ondernemers. Onze inwoners zijn onze klanten. Om ze nog beter te kunnen helpen, zetten we in op een uniek loket. Zolderbaan en domein Bovie moeten de trekpleisters van Heusden-Zolder worden, waardoor mensen van ver naartoe komen en kunnen genieten van natuur, educatie en recreatie. Samen met de VLM willen we van de Vallei van de Mangelbeek opnieuw een centrale verbindende plek maken, waar je op een veilige manier kan wandelen en fietsen tussen Heusden en Zolder. Op het gebied van sport hebben we natuurlijk de velodroom die gaat komen. En dan hebben we in Zolder Centrum een belangrijke verwezenlijking. Zijn de e-hal en de kunstgrasvelden op de terreinen van Vrijheid Zolder. Sport en jeugd gaan hand in hand. Een nieuw skatepark zal uitgebouwd worden en op gejuich onthaald worden. Wij willen graag onze communicatie nog sterker maken. En daarvoor gaan we een tool ontwikkelen, zodoende dat we al onze verenigingen de kans geven om hun werking en activiteiten meer kenbaar te maken. Dit meerjarenplan biedt financiële en beleidsmatige stabiliteit, niet alleen voor deze beleidsperiode, maar heeft ook garanties voor een financieel gezonde gemeente na 2025. Onze aanpak van de begraafplaatsen wordt een stuk transparanter door het koppeling aan het GIS. Zwerfvuil en sluikstorten is een doorn in het oog van onze burger. Daarom gaan we die strijd verder aangaan deze legislatuur. Met de invoering van onze gemeentelijke administratieve sancties, ook wel gasboetes gekend, willen we de strafloosheid in zaken onze straatlezers en het zwerfvuil aanpakken. Aandacht voor het klimaat blijft belangrijk. Daarom gaan we als gemeente bekijken welke bijdrage dat we zelf kunnen leveren voor een betere wereld. We gaan deze legislatuur inzetten op fietsen en fietspaden en veilige schoolomgeving. We gaan van het Woutershof een ontmoetingshuis maken waar dat mensen kunnen samenkomen en het gezellig kunnen maken. Senioren hebben geen tijd, zegt men. Natuurlijk, vorig jaar hebben er meer dan 30.000 senioren deelgenomen aan activiteiten van de zandloper. Onze economie draait goed. Zo goed dat we op zoek moeten naar bijkomende industrieterreinen en ambachtelijke zones. Dit doen we samen met het provinciebestuur Limburg. Op die manier blijven we ook voor ondernemers een aantrekkelijke gemeente om te investeren. We realiseren deze legislatuur ook een echt huis van het kind in onze gemeente. Zoals de naam ook doet vermoeden, alle mama's en papa's, oma's, opa's, iedereen die betrokken is in de opvoeding van een kind, kan er terecht met al de vragen. Dit is een klein deeltje uit ons gemeentelijk beleidsplan. Voor meer informatie surft u naar onze gemeentelijke website.